Via het tripartietoverleg en het tripartietakkoord zullen de sociale partners, de regering, vakbeweging en het bedrijfsleven knelpunten die zich voordoen in de samenleving aanpakken. Het gaat daarbij onder meer om de afbouw van subsidies op energie, water en vervoer, het beheersen van de prijzen en de wijze waarop het effect van niet te vermijden prijsstijgingen op de koopkracht kan worden gematigd. In het verlengde hiervan gaat het om verantwoord loon, prijs- en winstbeleid, waarbij tevens naar de belastingen gekeken moet worden en dat de basis legt voor toekomstige groei middels investeringen in productie en export. Tripartiet overleg is ingesteld door de president van Suriname via een presidentieel besluit. Dat was op 15 september van dit jaar. Met de opdracht om te proberen voor 25 november te komen tot een tripartiet akkoord. Het tripartiet overleg is een overleg tussen overheid. Er zitten 7 mensen namens de overheid in. 7 vertegenwoordigers van de vakbeweging en 7 van het bedrijfsleven. En deze 3 sociale partners, die praten dan over actuele onderwerpen die de samenleving bezighouden en waar de sociale partners het over eens moeten worden, wat er gedaan moet worden. Het gaat dus om een korte termijn eigenlijk oplossing, zaken die liefst binnen een jaar gerealiseerd moeten worden. En die zaken die worden vastgelegd in dat tripartiet akkoord. Het tripartiet overleg zijn de 3 sociale partners die komen tot een akkoord dat bindend is eigenlijk voor de overheid, vakbeweging en bedrijfsleven. En het zijn zaken die uitgevoerd moeten worden. Wat dat tripartiet akkoord inhoudt is dat wij eerst hebben vastgesteld wat zijn de belangrijkste issues die spelen bij elk van de sociale partners. En dan bleek dat bijvoorbeeld belastingen een heel belangrijke zaak was. De belastingverlichting met name. Koopkrachtversterking, prijsbeleid en het sociaal vangnet. En verder ondernemerschap en werkgelegenheid. En op elk van deze 5 issues hebben we de partners gevraagd, wat is het dat jullie belangrijk vinden? Elke partner, elk van die 3 partners heeft dus op papier gezet wat voor hun belangrijk was. En daaruit is eigenlijk een geheel gekomen wat uiteindelijk het akkoord is geworden. Zodat we de partners steeds dichter bij elkaar gebracht hebben. Van voor de ene partner is dit belangrijk, voor de andere dat. En al die zaken waar we elkaar hebben kunnen vinden, zijn in dat akkoord vastgelegd. Dus in het akkoord staan zaken waar iedereen het over eens is van dingen die moeten worden uitgevoerd. En dat is eigenlijk wat het akkoord inhoudt. Als we nagaan bij wat specifieke zaken, laten we dan beginnen bij de belastingen. Omdat we ook met elkaar hebben vastgesteld van laten we op het gebied van de belastingen een aantal zaken alvast uitwerken die al 1 januari 2022 in kunnen gaan. En er is toen met de Belastingdienst ook gesproken, belastingdeskundigen zijn erbij gehaald. Om te zorgen dat inderdaad 1 januari zaken rondkomen. En de issues die speelden, de RAVACSUR, vakbeweging had bijvoorbeeld een document ingediend bij de president. En we hebben ook daarnaar gekeken op het gebied van de belastingen. En dat is dat de ondergrens verhoogd moest worden. Die ondergrens was 220 SRD per maand. Beneden 220 betaalde je geen belasting, daarboven wel. Die grens is opgetrokken naar 4000 per maand. Dus dat is behoorlijk.
Dus mensen die tot 48.000 verdienen per jaar, betalen helemaal geen belasting. En daarna beginnen die belastingschijven dan te werken. En al die belastingschijven zijn daar ook een stuk opgetrokken. Waardoor, waar je vroeger 28% belasting betaalde of 38% met een laag salaris, het nu veel hoger begint. Dus iedereen heeft voordeel daaraan en iedereen, ook de solidariteitsheffing van 10% is afgeschaft per 1 januari. En verder zijn de vakantietoelagen en de gratificaties, daarvan is ook de belastinggrens opgetrokken. Dus je betaalt minder belasting over vakantieuitkering en over gratificatie. En er is ook aangegeven in een bijlage wat dit allemaal betekent. Dus nogmaals, de mensen beneden 4000 zijn 100% vrijgesteld. En de hoogste schalen hebben toch ook een voordeel van 20%. Dus het werkt door naar alle kanten. En vanuit het bedrijfsleven was aangegeven van, via belastingen kan je alle bedrijven ook helpen, want het gaat om loonbelastingen, inkomstenbelasting. Want niet alle bedrijven zijn in staat om loonsverhoging te geven. Maar met belastingverlaging heb je toch dat mensen meer geld in hun zak overhouden. Het betekent wel dat de overheid ook minder geld binnenkrijgt. Dus ook dat moet ergens vandaan komen, zodat de overheid wel al haar uitgaven kan blijven betalen. Maar ook daar zijn voorstellen voor gedaan hoe dat opgevangen zou kunnen worden. Dus ik denk dat dat voor de korte termijn het belangrijkste is. De Belastingdienst werkt nu al aan deze zaken, zodat 1 januari inderdaad dit in kan gaan en iedereen eind januari al wat meer geld in zijn of haar zak heeft. Tenminste, als je loonbelasting betaalt of inkomstenbelasting. Dus voor de werknemers is het een positieve ontwikkeling.